Zou je jezelf even kort kunnen voorstellen? Nou, mijn naam is Fatima Yegin. Ik ben docent hier op de opleiding dienstverlening niveau 2. Ik geef beroepsgerelateerde vakken. En vandaag zijn jullie hier in de les waar de studenten bezig zijn met oefenen van vaardigheden. Dit is de les ADL. Dat staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Dit zijn de taken, werkzaamheden die onze studenten in de praktijk in het werkveld gaan uitvoeren. Hier in de les hebben ze de mogelijkheid om hier alvast aan te gaan oefenen. Zodat ze zometeen, als ze op stage zijn, goed op een juiste manier kunnen functioneren. Oké, en wat zijn de doorstroommogelijkheden voor deze studenten? Nou, de studenten die deze opleiding afronden, kunnen doorstromen naar niveau 3, verzorgende IG. Naar niveau 4, verpleegkundige is ook een optie. Naar niveau 3, pedagogisch medewerker of naar onderwijsassistent.